Het is enorm verhelderend om met deskundigen die wel onafhankelijk zijn in gesprek te gaan over het coronabeleid. Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat corona helemaal niet zo gevaarlijk is, maar goed vergelijkbaar is met een gewone griep. Dat de maatregelen niet effectief zijn, maar juist ontzettend schadelijk. En dat het massaal vaccineren van de hele bevolking niet alleen onnodig is, maar zelfs zeer risicovol. Gelukkig zien steeds meer mensen dat het huidige coronabeleid niet het belang van de volksgezondheid dient, maar dat er andere belangen achter schuil gaan. De belangen van een globalistische elite die een wereldwijde controlemaatschappij nastreeft. We mogen ons niet laten misleiden door zogenaamde versoepelingen. Zeker niet zolang maatregelen slechts in de ijskast worden gezet, maar op elk moment weer kunnen worden ingevoerd. We zijn al vaker blij gemaakt met een dode mus. Als we nu achterover gaan leunen, is het niet de vraag of, maar wanneer we weer van onze grondrechten en vrijheden worden beroofd. Ondertussen worden er niet voor niets nog tientallen miljoenen geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de corona-app. Ook internationaal worden vergaande voorbereidingen getroffen voor ingrijpende controlemaatregelen. Verlenging van de verplichte QR-code om te reizen en invoering van digitale identiteitsbewijzen. En als we zien hoeveel macht de overheden nu al hebben, moeten we koste wat kost voorkomen dat zij nog meer middelen krijgen om onze levens te controleren. Nu al worden onwelgevallige meningen weggezet als desinformatie en gecensureerd uit het debat. Nu al worden bankrekeningen van demonstranten en andere politieke tegenstanders bevroren. Nu al verliezen ongevaccineerden hun baan. Die macht van overheden moet juist worden teruggedrongen. Daarom moeten we het verzet juist nu blijven volhouden. Samen een vuist maken tegen de overheid. Ons niet uit elkaar laten spelen door onderlinge verschillen. Want alleen met massale protesten, burgerlijke ongehoorzaamheid en tal van andere acties winnen we echt onze vrijheid terug. Strijdlustig en eensgezind.